De afgelopen maanden waren voor heel wat land- en tuinbouwers niet de gemakkelijkste. Zo waren er de verstoorde internationale markten die zorgden voor een grote stijging van de prijs van zaden, meststoffen en veevoeders. Maar ook de energieprijzen gingen dit jaar door het dak. Omdat onze landbouwers de gevolgen dragen op iets waar ze zelf geen vat op hebben, trekken de Europese Unie en Vlaanderen 8,17 miljoen euro steun uit voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Het gaat om land- en tuinbouwbedrijven die onlangs hebben geïnvesteerd in verduurzaming en die nu hogere uitgaven hebben door de gestegen energiekosten of door een verstoring van de markten. We spreken dan van de sectoren van de groenten, het fruit, varkens, pluimvee en geiten. Daarnaast komen ook landbouwers in aanmerking voor deze steun die in 2022 hebben ingetekend op een areaalgebonden pre-eco-regeling. Zij krijgen de steun omdat ze hebben inspanningen geleverd op het vlak van milieu, klimaat en biodiversiteit. Het departement Landbouw en Visserij zal de steun automatisch uitbetalen aan elke land- en tuinbouwer die aan de voorwaarden voldoet. Let wel, niet elke landbouwer voldoet aan de voorwaarden en krijgt dus de steun. De landbouwers moeten zelf geen aanvraag doen. Wij zorgen ervoor dat de steun wordt uitbetaald tegen eind september van dit jaar.